titel van het boek is Het geheim van de voetbalgame. Twee broers zitten op de bank naar een voetbalwedstrijd te kijken. Het is Juventus tegen SC Barcelona. Uiteindelijk won Barcelona de wedstrijd met 1-3. Net als op de voetbalgame. Elke week werden de klas voor voetbalwedstrijden wie er won. Dolf won nooit. Hij speelde voor 1 euro. Toen Dolf naar huis was aan het fietsen, kwam Lana langzaam fietsen. Dolf kon het niet meer laten en vertelde het geheim van de voetbalgame. De volgende dag kwamen er twee jongens tegen Dolf aanlopen en schreeuwden dat ze het spel wouden hebben. En Dolf wist dat er iets gaande was. Lana zat op het gras. Ze denkt na of ze met Dolf of met Mark wat leuks zou gaan doen. Dolf fietst een eindje en ziet twee jongens voor hem. En ze zeggen: stop, geef ons nu die voetbalgame, anders kun je de wedstrijd bij de D1 vergeten. Ineens springt Dennis uit de struiken en pakt de jongen met zijn bril en tilt hem op en gooit hem op de grond. En toen zei Dolf: hoe wist je dit? Ik ben je broer. En je doet ook zo stiekem, dus ik kom erachter. Toen Dolf thuis kwam van school, wilde hij het spel spelen, FIFA 15. Maar het spel was gecrashed. Hij weet niet hoe, maar hij was er niet blij mee. De volgende dag ging hij naar school en hij wedde weer. Maar het spel was gecrashed, dus hij verliest elke keer. Einde.